Vandaag is Wijk TV te gast in het fort in Kuik. En we komen op het goede moment, want er is nu even pauze. Pauze bij toets en bas. En wat dat precies is, dat weet de heer Joop van Halen. Een goede avond. Dag Ali, nou de heer. Toets en bas is toch wel een bekend accordeonorkest hier van origine eigenlijk uit Beers. Daar zijn we toen gestart in, ruim 21 jaar geleden met wat kinderen en twee grote. Uitgegroeid tot een grote orkest. 21 jaar hard gewerkt en uitgegroeid tot een regionaal orkest met mensen uit Sint-Tunis, uit Wanrooi, uit Grave, uit Kuik, uit Molenhoek en Mook. En ik vergeet iets eentje, maar ik weet niet meer welke. We moeten rondkijken. Accordeon, ja. Is dat nog iets van deze tijd? Want het lijkt eigenlijk een heel ouderwets instrument. Nou, ouderwets is het niet, want het wordt regelmatig op tv gebruikt bij grote orkesten. Maar het is wel uit de boze aan het raken. Ja. Helaas, er is geen jeugd meer die er belangstelling voor heeft. Die vinden dat maar stomme instrumenten. Die pakken of een gitaar een tijdje en dan scheiden ze eruit. En dan, nee, dat is, helaas is dat een, ik denk, toch wel een aflopende zaak. Hoe zou dat komen? Want je kan muziek spelen en tegelijkertijd er leuk bij zingen. Dus wat dat betreft, net als bij een gitaar. In feite heb je niet meer nodig, nee, want je hebt het orkest op je buik hangen. Dus, en hoe het komt, ja, er is geen belangstelling meer van de jeugd. En niet alleen bij toets en bas het accordeonorkest, maar ook bij de harmonies en vervaren zie je leeglopen. Dus helaas, ik denk dat de jeugd meer zin heeft in die telefoontjes en die andere spulletjes waar ze mee spelen. Dat is eigenlijk een van de redenen waarom we hier zijn, om wat aandacht te geven aan, nou ja, toch dit mooie instrument, hè? Ja, precies. Wij zijn dus, ook mede door de corona zijn wij drie mensen kwijtgeraakt, durf ik wel te zeggen. Ja, en dan proberen we dus nieuwe leden aan te werven. Ja. Die kunnen bij ons opgeleid worden en ja, noem maar op. Daar zijn we druk mee bezig, ja. Voorheen zaten jullie in Beers, sinds kort zitten jullie in het fort in Kuik. Kan je kort vertellen waarom? Ja, nieuwe eigenaar, nieuwe heer, nieuwe wetten denk ik. En we zijn ook wel als vrienden uit elkaar gegaan, maar er werd ons wel, we konden beter omkijken naar een andere locatie. En ja, naar wat speuren zijn we hier in het fort terecht gekomen, wat ons het meest leek om onze repetities te gebruiken. Ja. Nou, een prachtige plek zie ik. Ruimte genoeg? Ja, ruimte genoeg, ja. Ruimte genoeg, goede service, lekkere koffie. Dus ja, wij zijn dik tevreden nu. Ja. Joop, hoeveel leden heb je op dit moment zo ongeveer? Op dit moment hebben we 17 leden, waarvan er 7 in de opleiding. Aha, dus er is wel animo nog voor? Er is nog hoop. Op 6 oktober hebben wij een open repetitie en mag iedereen die de accordeon kan spelen of wil spelen of belangstelling heeft, mag hier naartoe komen. Ja. Jullie hebben hier ook een leraar of een dirigent die dus kan zeggen van nou, wij gaan eens een mooi deuntje spelen hier. Ja, ja, dat ben ik. Ik ben de dirigent. En ik heb nog Sjaak die het opleidingsorkest en die mij ontzettend veel werk uit de handen neemt, want het is toch veel werk met muziek schrijven en een repertoire maken en optredens regelen. Want we hebben weer aanvragen voor wat nieuwe optredens. Uiteraard in de verzorgingstehuizen, maar ja, we moeten ernstig weer beginnen. Ja. Nou, ja. Ja, zeker. Je bent weer op weg, hè? Moeten mensen zelf een accordeon hebben en moeten ze al een klein beetje kunnen spelen of kunnen ze echt gewoon vanaf nul hier instappen bij jullie? Nou, ze moeten zelf een instrument hebben en liefst toch wel een klein beetje kunnen spelen, want alles, iedereen die hier speelt, speelt van notenschrift af. Maar er wordt voor gezorgd dat ze wel een opleiding krijgen. Ja. En die opleiding hier in de fort is gratis. Kijk, ja. Gratis. Gratis is goed, zeggen ja. Wij, hè? Ja. Oké, Joop, nog even in het kort. Op woensdagavond repeteren jullie altijd, klopt dat? Dat klopt, maar dat is de eerste en de derde woensdag van de maand dat we hier repeteren dus. Ja. Ja. En dan nog wel een beetje thuis oefenen zeker? En heel veel thuis oefenen, maar die repetities, die eerste en die derde woensdag van de maand, die beginnen om 6:30. Dan begint het opleidingsorkest en om 7:30 hebben we even koffiepauze en dan gaan we met het grotere orkest verder. Dus.
Nou, als er mensen zijn die interesse hebben, waar kunnen die terecht? www.toetsaanbas.nl of mij even bellen 06 49 90 55 04. Staat genoteerd. Okay. Wij blijven nog even luisteren naar, ongetwijfeld een vrolijk melodietje. Ja. En ik wens jullie heel veel nieuwe mensen. Ja. Dankjewel jullie van het team. En succes verder. Dankjewel.